Welkom bij het jaaroverzicht van InfoPlaza. Het was een vreemd jaar, zo met corona. Niet zozeer vanwege het weer, want daarin zien we dat een eerdere trend zich juist aan het voortzetten is en dat warmte wederom de hoofdrol speelde. Voor winterliefhebbers was dit jaar een drama. De winter van 2020 verliep zoals de meeste winters tegenwoordig verlopen. Bijzonder zacht en met nauwelijks tot geen winterweer. Januari kwam in de top 5 warmste januari maanden en februari was met een gemiddelde temperatuur van 7,2 graden na 1990 de warmste februari maand sinds de metingen. Hoewel er geen winterweer van betekenis was, gebeurden er wel een paar opmerkelijke dingen. Zo werd er tijdens de jaarwisseling in een groot deel van het land code oranje afgegeven voor mist. In het noorden kwam het zelfs tot een weeralarm, hetgeen zeer uitzonderlijk is. Lokaal was het zicht minder dan 10 meter. Februari verliep vaak onstuimig en zeer zacht. Ook was de maand erg nat, met gemiddeld bijna 150 mm tegen 55 mm normaal. Op 9 februari trok storm Ciara langs Nederland en werd er enige tijd code oranje afgegeven voor zeer zware windstoten. Op Vlieland werd er een rukwind van 129 km per uur gemeten. 23 februari werd er nog een keer stormkracht gemeten. De winter was na de winter 2006-2007 de op één na zachtste winter sinds de metingen. Echt winterweer werd het dan ook nooit. De Bild noteerde maar 6 vorstdagen en 0 ijsdagen. Het koudst werd het in Maastricht. Op 21 januari werd het min 5,4 graden. Op 26 en 27 februari viel er op de valreep nog hier en daar wat sneeuw. De winter verliep ook nat. In februari viel een recordhoeveelheid neerslag in het land. 147 mm. Na deze natte en zachte winter brak een stralende lente aan. Meteoroloog Diana Woei kan zich deze periode nog goed herinneren. Ik hou van de lente. Het is één van mijn favoriete seizoenen. Dit jaar heeft de lente een diepe indruk op mij achtergelaten. Vooral door de coronacrisis. Ik kan me goed herinneren wat ik in maart allemaal deed. Maar de details zal ik je allemaal gaan besparen. Wel staat als mijlpaal boven water de coronacrisis dus. Het begin van de pandemie. 16 maart. En toen ging de atmosfeer ook meteen op slot. Dagen achtereen keek ik naar hoge drukinvloeden op de kaart. Zon, zon en nog eens zon. Een weercollega van mij zou zeggen, er verandert helemaal niets. Of ik dat saai vond? Nee, nooit. Ik kan intens genieten van een strak blauwe lucht en er helemaal in verdwijnen. Door de coronacrisis was er helemaal geen vliegverkeer. En dat betekende dus ook geen vliegtuigstrepen. De lucht was bijzonder blauw. Maar doordat er geen vliegverkeer was, was er ook geen data om de weermodellen mee te vullen. Daardoor zouden de weersverwachtingen wat onzekerder zijn. Maar in de lente maakte het niet uit. Want de zonuren die stapelden zich. Maart had een bijzonder hoog aantal zonuren. April was recordzonnig en mei de op één na zonnigste maand ooit gemeten. En dat resulteerde in een duizelingwekkend aantal van 805 zonuren. Kun je nagaan, 50% meer zon dan in een gebruikelijke lente. En de lente van dit jaar is zelfs zonniger dan de meeste zomers. Zelfs die van 2018 en 2019. Of ik daar blij van word? Nou, ik heb daar een dubbel gevoel aan overgehouden. Want door die vele zonuren was het ook bijzonder droog. De verdamping was hoog en dat resulteerde al vroeg in het seizoen in natuurbranden. Onder andere in de Deurnense Peel. Daar is 8000 hectare aan natuurgebied in vlammen opgegaan. Tja, de lente van dit jaar. Ik heb er veel meegemaakt, maar niet zo'n extreme als dit jaar. De lente verliep vrij zacht en zeer droog. Mei was in de Bild met slechts 12 mm goed voor een top 3 notering droogste meimaanden. Het aantal zonuren was met meer dan 800 uur recordhoog. De lente heeft dus alle records gebroken wat betreft zonuren. De zomer kende een extreem lange periode met hitte.
Meteoroloog Alfred Snoek heeft dit aan den lijve ondervonden. Al ruim voor de coronacrisis hadden wij als gezin besloten om op vakantie te gaan in eigen land. We zouden gaan kamperen in het zuidoosten van Brabant, een van de warmste delen van Nederland. Ja, meestal is het in Nederland toch vaak goed weer in de zomer, dus durfden we de gok wel aan. Vlak voor onze vakantie leek het erop dat de zomer eigenlijk heel normaal zou verlopen, maar toen eenmaal de tent stond, zagen de weerkaarten er heel anders uit. Het werd erg warm, dagenlang 35 graden of meer. Af en toe ontstond er een onweersbui in de buurt, maar bij ons op de camping bleef het grotendeels droog. Ja, het was af en toe echt niet uit te houden, zelfs niet in de schaduw. De temperaturen liepen dus hoog op en omdat de coronamaatregelen nog steeds van kracht waren, konden we die dagen maar slechts beperkt gebruik maken van het zwembad voor enige afkoeling. En wat zag je gebeuren op de camping? Overal, bij alle tenten en caravans, kwamen kleine zwembadjes te staan om toch nog eventjes wat extra verkoeling op te zoeken. Verder was het ook wel heel fijn dat we op de camping zaten, want heel Nederland zat te puffen en te steunen en kon 's nachts de slaap nauwelijks vatten, omdat het in huis erg warm was. Maar in een tent, met minimumtemperaturen van een graad of 20, wat natuurlijk absurd hoog is, was het toch prima slapen. Dus elke dag werden wij in ieder geval weer fris en fruitig wakker. Ja, het was een bijzondere hittegolf, bijzonder vanwege de duur en de zeer hoge temperaturen die werden gemeten. Iets te goed weer wat ons betreft op de camping, maar toch hebben we besloten dat we ook komende zomer, hopelijk zonder coronamaatregelen, toch weer in eigen land op vakantie gaan. En dan, als er een hittegolf zich voordoet, gewoon de hele dag lekker in het zwembad gaan liggen. Na een zinderende hittegolf werd op 16 augustus de hitte uit ons land verdreven. Dat ging niet zonder slag of stoot, want op de grens tussen de hete en de koele lucht ontstonden flinke regen- en onweersbuien. Meteoroloog Wilfred Jansen blikt met ons terug op deze dag. Zondag 16 augustus. Een dag die er in eerste instantie niet eens zo heel erg zomers uitzag. Veel bewolking, maar uiteindelijk brak de zon door en toen liep de temperatuur snel op. Op grote schaal werd het 29 tot 32 graden. Ja, en door die hoge temperaturen ontstonden al heel snel stapelwolken en in het zuiden van het land groeide die uit tot onweersbuien. Nou, reden voor mij en een collega meteoroloog om op pad te gaan, want voor een echte weerliefhebber is zo'n onweersbui het middel om alle dynamiek in de atmosfeer met het blote oog te kunnen zien. Dus na een lange rit richting het zuidwesten van Brabant, waar de onweersbuien volgens onze verwachting het zwaarst konden worden, zijn we daar uiteindelijk naartoe gereden en daar zagen we dan voor onze neus ook een buienlijn ontstaan. De buien werden in hoog tempo steeds zwaarder en trokken uiteindelijk via de Drechtsteden, de provincie Utrecht, richting het zuiden van Friesland. En onderweg hebben we de hele middag en avond die buienlijn weten te volgen, zelfs meerdere keren doorkruist. En daardoor konden we meerdere keren dus ook die zware regenval, forse hagel en zeer zware windstoten meemaken. Hoewel deze onweersbuien er dus voor ons heel prachtig uitzagen, ja, was er toch weer sprake van schade. De ondergelopen straten, wateroverlast, schade door zware windstoten en lokaal zelfs schade door grote hagelstenen. Zeer zonnig en zeer warm was de zomer van 2020, maar het was wel een zomer met pieken en dalen. Juli was bijna een graad koeler dan normaal, iets dat we in het huidige klimaat niet vaak meer zien. Augustus maakte de temperatuurachterstand met de tropische hittegolf weer goed. In Arsen werd het 8 augustus 37 graden, de hoogste temperatuur van dit jaar. De herfst was ook weer erg zacht. Zo ging het absolute hitterecord voor september eraan. In Gilserijen werd het 15 september 35,1 graden en dat was bijna een graad warmer dan het oude record uit 1929. In De Bilt werd het de 15e 31,4 graden en dat is daarmee de meest late tropische dag ooit gemeten in een jaar. In de herfst zagen we grote verschillen in de neerslag. In de kuststrook viel 200 tot 300 mm water, terwijl landinwaarts op meerdere plekken nog geen 150 mm viel. September leverde meer dan 200 uren zon op. Een top 3 notering. Oktober was juist weer erg somber en leverde minder zonuren op dan november. En dus noteren we weer een zeer warm jaar. Als straks in januari alle cijfers uitgerekend zijn, dan kunnen we concluderen dat 2020 het warmste of één na warmste jaar is geworden sinds de metingen. En dat geldt niet alleen voor Nederland, ook wereldwijd zal het één van de twee warmste jaren gaan worden.
Het klimaat warmt ook steeds sneller op. Als we bijvoorbeeld alleen al naar de afgelopen 7 jaar kijken, dan zijn dat de 7 warmste jaren geweest sinds de metingen. In 2021 gaan we werken met de nieuwe normale. Die zijn dan uitgerekend over de periode 1991-2020. En als we al met die nieuwe normale even gaan kijken naar het jaar 2020, dan zien we dat dat jaar nog steeds warmer is dan normaal. Een teken aan de wand. De opwarming van de aarde, het warmer wordende klimaat, daar is de mens de schuld van. Zo mogen we dat echt wel stellen. Broeikasgassen, die zijn er de oorzaak van. Broeikasgassen zoals CO2 en methaan komen onder andere vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Daar moeten we echt een andere oplossing voor gaan vinden. De komende jaren zal het klimaat dus ook nog steeds warmer gaan worden. Dat staat ook buiten kijf. Maar er zijn wel lichtpuntjes. Zo heeft de regering van China en ook de regering van Groot-Brittannië aangekondigd dat zij drastische maatregelen gaan nemen om de verbranding van fossiele brandstoffen terug te dringen. En ook een goed teken is de machtswisseling in de Verenigde Staten. De nieuwe president heeft het daar goed met het klimaat voor en daar mogen we wat van verwachten. Toch zal de opwarming van de aarde, het warmer wordende klimaat, gewoon nog doorgaan voorlopig. Daarvoor is er eenvoudigweg te veel warmte in de atmosfeer en ook in de oceanen. En die warmte die is niet zomaar verdwenen. We moeten ons dus wapenen tegen een steeds warmer wordend klimaat. Op hetzelfde moment moeten we ook echt meer die initiatieven en plannen gaan uitvoeren die ertoe moeten leiden dat de opwarming geleidelijk aan gaat stoppen. Dat is een uitdaging voor ons allemaal. Het jaar 2020 hing van records aan elkaar. 2021 weer zo'n recordjaar wordt, dat is nog even afwachten. Maar voor nu wenst Infoplaza u in elk geval een hele fijne jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2021 toe. Hopelijk kunnen we snel weer terug naar het oude normaal en komen we weer dichter tot elkaar. Proost!